en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik echt in een vrolijke bui, want ik ga een hele vrolijke collectie testen. Ik ga vandaag de I Heart Revolution X Pebbles collectie testen. Oh my god, dit is gewoon letterlijk een samenwerking met voedsel. Want Pebbles is een Amerikaans cornflakes merk. Dus we doen tegenwoordig niet meer alleen maar samenwerkingen met mensen, maar ook gewoon met voedsel. En we hebben gewoon vandaag een samenwerking met een cornflakes. What the F? Dit is wel iets wat verkocht wordt in Amerika, maar ik heb het eventjes opgezocht online en deze cornflakes is ook gewoon hier te bestellen bij een aantal websites. Deze collectie is ook soort van opgedeeld in twee delen, want je hebt de cacao deel en je hebt de fruity deel. Fruity is heel kleurrijk, cacao zijn meer neutrale bruine kleurtjes en zo. Dus ja, zo heb je voor ieder wat wils. Als je heel vrolijk bent, kun je gaan voor fruity. Als je iets meer van neutraal bent, kun je gaan voor de cacao deel. Ik heb een beetje een mix van alles. Ik heb beide. Want ik vond het wel leuk om beide een beetje uit te proberen voor jullie. Want ja, het is een review video en dan wil ik gewoon zoveel mogelijk proberen als kan. Ik heb de hele collectie besteld bij een boetieshop. Ik heb het gewoon besteld, gewoon betaald. Ik heb het niet ontvangen in PR of zo, helaas. Ik hou van eten, ik hou van voedsel. Dus deze collectie vind ik gewoon echt heel erg leuk. Het is ook een beetje Flintstones en zo. Dus dat is ook heel leuk. Ik keek vroeger altijd de Flintstones. Dus ja, toen ik de collectie zag, het leek mij gewoon echt een hele leuke collectie om te gaan testen. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. En vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, het is best wel een redelijk grote collectie. Dat vind ik wel leuk. Ik heb het oogschaduwpaletje, lipolie, lipgloss en de highlighter. Er zijn ook een aantal producten die ik niet heb gekocht. Ik zal jullie even laten zien. Wat ik niet heb besteld zijn de kwasten. Ze zagen er niet echt uit als kwasten die ik echt geraakt wil hebben. Dus die heb ik niet besteld. En je hebt ook een aantal accessoires. Je hebt 2 make-up bags. Je hebt 2 hoofdbanden. Je hebt een body butter. En je hebt badkristallen. En that's it. Dat zijn de producten die ik niet heb gekocht. Voor de rest heb ik hier gewoon alles liggen in dit bakje. Dus laten we gewoon snel beginnen. Ik ga beginnen met de lipolie. Want altijd als ik mijn video's begin, heb ik iets van een lipolie of lipbalmpje op mijn lippen. Omdat ik niet de hele video lang droge lippen wil hebben. Dus laten we die gewoon gelijk proberen. Ik heb hier de I Heart Revolution X Fruity Pebbles Lip Oil Wilma. Deze lipolie zien er super cute uit. En ik heb de versie Wilma. Dat was bij de Flintstones volgens mij de vrouw van de hoofdkarakterman. Dus deze sprak mij echt aan. Want hij is een beetje zo goudachtig en zo. Je hebt volgens mij 4 kleuren. En ze zijn alle 4 van de Fruity collectie. Kijk deze verpakking, hoe cute. De verpakking doet mij echt denken aan van die oldschool lipolie. De hele collectie is by the way ook vegan en cruelty free. Ik heb al iets van een lip balmpje op, dus die haal ik er even af. Kijk even deze ronde balachtige applicator. Dit geeft me echt 1994 vibes. Oh my god, vroeger op school had echt iedereen zo'n lipolie. Nou, laten we hem gewoon aanbrengen. Ik vind dit zo leuk. Oh my god. Oeh, het ruikt echt heerlijk. Een beetje een fruitachtige geur. Oh jongens, echt de nostalgie overal. Oké, daar kan niet heel veel van af. Het is ook niet heel waterig, heel olieachtig. Ik verwachtte dat het echt heel olieachtig ging zijn. Maar dat is het niet, ondanks dat het wel een lipolie is. Ik heb nou echt al best wel veel aangebracht. Oh, nou pas komt er iets van af. Oké, ik raad aan om eerst eventjes zo op je hand te doen. Want kijk, nou komt er echt heel veel van af. Er kwam echt helemaal niks van af. Wat een Ja, nu wel. Oké, gelukkig. Kijk, hier is het dan. Nou, ik was al klaar om het te gaan afkraken. Oeh, heerlijk. Voelt echt heerlijk aan. Het geeft ook echt een prachtige glans. Oh, en die geur. Het is wel echt een heftige geur, dat moet ik wel zeggen. Het had wel een tikje minder gekend. Maar voor mij maakt het niet uit. Ik persoonlijk vind een heftige geur niet heel vervelend. Plakt ook helemaal niet. Oké, dan gaan we gewoon gelijk beginnen aan de ogen. Zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Dus we kunnen gewoon gelijk beginnen met het oogschaduwpaletje. Dit is het I Heart Revolution X Cacao Pebbles paletje. Je hebt dus 2 paletjes. De cacao versie en de fruity versie. Het fruity paletje is heel kleurrijk. Jullie zouden vast van mij hebben verwacht dat ik voor de fruity palet zou zijn gegaan. Omdat ik altijd echt hou van kleurrijk en dat soort dingen. Maar ik ben toch gewoon vandaag gegaan voor cacao. Omdat ik inschat dat de meeste mensen dit paletje zouden halen. Omdat het toch iets meer draagbaar is en zo. Dus daarom heb ik deze gehaald. Kijk hoe leuk die Flintstones.
I love it. Alles is ook helemaal zo cornflakes-achtig. Dat vind ik echt zo leuk gedaan. En dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Ook weer zo die Flintstones lijkt op de buitenste verpakking. En dit is echt zo gedaan als een soort van cornflakes. Echt heel leuk gedaan. Kijk, hier zijn dan zogenaamde cornflakes. Echt heel leuk. En dan als je hem openmaakt, is dit wat je krijgt. Echt een prachtig paletje. Matte en glanzende kleurtjes. I love it. En we krijgen ook een grote spiegel. Dat vind ik altijd echt heel erg fijn. De namen van de kleuren staan onder elke kleur. Dus het paletje moet je in principe zo vasthouden. Ik zal mij niet snel zo opmaken. Ik ga meer voor een beetje zo. Maar dit is ook wel een apart concept. Het zijn 18 kleuren en dit paletje is 17 euro. Is een oké prijs. Is gewoon lekker betaalbaar. Het ziet er in ieder geval echt heel mooi uit. Een super neutraal paletje. Ideaal voor een neutrale look. Een makkelijke look. Een everyday look. Maar ook wel voor een soft glam look. Daar gaat hij denk ik ook heel mooi voor zijn. Ik hoop gewoon dat de kwaliteit goed gaat zijn. Dus we gaan gewoon in met dit paletje. Laten we even inzoomen op de ogen. Oké, ik wil vandaag een beetje een soft glam lookje maken. Met een hele strakke lijn hier. Nieuw heb ik ook deze Revolution tape. En dit is zo'n tape. Je kunt hem zo hier plakken. En dan wordt alles zo mooi in een strakke lijn gemaakt. Normaal gebruik ik plakband. Maar dit leek mij meer efficiënt. Dus ik ga deze gebruiken. Wat ik altijd heel vervelend vond aan plakband is dat als je het eraf trekt, het een beetje de make-up eronder ermee afhaalt. En ik hoop dat dit dat niet doet. Oké, laten we beginnen. Ik ga beginnen met een matte kleur hier, die heet Rocks. Die kleur breng ik aan in mijn hele arcadeboog als transitiekleur. Dan ga ik in met de bruine matte kleur hier, die heet Barney. En die kleur gaat ook in mijn crease, maar dan een beetje onder die andere kleur. Dit maakt het zo lekker bruin. Dan ga ik nu in met de donkerbruine kleur hier, die heet Chocolate. Die breng ik aan alleen maar hier zo in de buitenste hoek. Wauw, die kleur is mooi. Dit is echt een fantastische mooie bruine kleur. I love it. Oké, dan ga ik de tape weghalen. En kijk wat voor strakke lijn je dan krijgt. Echt super mooi. Deze haalt wel wat minder make-up eronder af dan een normaal plakbandje. Dat is wel fijn, dus ik vind hem wel fijn. Hier is hij wel een klein beetje losgegaan. Nou, whatever. Love it. Ik breng even een bruin oogpotloodje aan in mijn waterlijn. Dit is de Bad Girl Bang oogpotloodje van Benefit in de kleur bruin. En dan ga ik alle matte kleuren die ik nou heb aangebracht ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik in met de glanzende kleur hier, die heet Cacao. Die pak ik een beetje op met mijn vinger. Is een beetje een bruinige glanzende kleur. Ziet er echt heel mooi uit. Ik wil vandaag echt gaan voor een bruine bronzy smoky eye. En dan breng ik die aan over mijn hele ooglid. Oeh, die ziet er heel mooi uit. Wauw, die kleur is mooier op mijn ogen dan in het paletje. Ik was nog aan het twijfelen of ik hem echt wilde gebruiken of niet. Maar ik ben blij dat ik hem toch heb gebruikt. En dan pak ik weer mijn kwast van net en dan blend ik het een beetje uit bij de randen om het goed smoky te houden. Kijk even hoe mooi. Oh my god, stop it. Dit is echt too much. Ik heb ook heel veel van hun Disney collecties getest. En die kwaliteit was heel de tijd zo ontzettend slecht qua oogschaduwen. Dat ik niet echt verwachtte dat het paletje heel goed ging zijn. Maar dit paletje is qua kwaliteit echt een stuk beter. I love it. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur Rise. En die breng ik aan hier in de binnenste ooghoek. Oeh, deze kleur heeft ook echt super veel glans en pigment. I love it. En dan met wat er nog op de kwast zit, ga ik ook een heel klein beetje mee onder mijn wenkbrauwen. Ik ben zo enthousiast over dit paletje. Oh my god, ik vind deze look zo mooi. Het ging zo makkelijk, alles blende gewoon goed. Het was allemaal goed gepigmenteerd. I love it. Ik vind de kleuren ook echt prachtig. Het is ook echt een bruin. Ik heb zo vaak met bruine betaalbare paletjes dat de bruine kleuren niet eens echt bruin zijn. Dan zit er toch iets van roze doorheen of oranje of whatever. Deze zijn echt cool tone bruin. Dus ik vind ze echt fantastisch. Oké, nou dit was het dan qua oogschaduw. Ik ga het even afmaken. Mascara, wimpers, etc. En dan gaan we verder met het volgende product. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. Ik heb een beetje mascara opgedaan en nep wimpers. Ik heb TL4 Faux Mink wimpers op van Tati Lashes. Een van mijn fave wimpers. Ik ben echt obsessed met deze ooglook. Ik vind het echt prachtig. Het is hier nog een beetje wit. Dat is de lijm, maar dat droogt ze op en dan zie je het niet meer. Hopelijk. We gaan verder. Ik heb een klein foutje gemaakt. Het volgende product is een highlighter. Je hebt er twee van de cacao en de fruity collectie. Maar ik dacht dat
die van de cacao collectie een bronzer was. Dus nou heb ik ze eigenlijk een beetje voor niks allebei gekocht. Waarschijnlijk als ik had geweten dat het allebei gewoon een highlighter is, dan had ik alleen maar de cacao gekocht. Maar goed, nou heb ik ze dus gewoon allebei. We gaan ze gewoon allebei proberen. Dit zijn de iHeart Revolution X Fruity en Cacao Highlighters. Ik zie nu ook waarom ik de fout heb gemaakt, want op Boozy Shop staat er bij die van cacao bronzer. Het is geen bronzer. Dat is gewoon een fout of zo. Het is echt letterlijk een highlighter. Er staat ook hierop highlighter. Dus mocht je hem willen halen bij Boozy Shop, let dus op, het klopt niet dat het een bronzer is. Ook weer die super schattige verpakkingen. I love it. En dit is dan hoe ze er allebei uitzien. Gewoon weer net als het oogschaduwpaletje van die cornflakes-achtige verpakkingen. De cacao highlighter is echt prachtig goudbruin bronzie-achtig. En de fruity highlighter is heel kleurrijk. Heel veel verschillende soorten kleurtjes. Ze zien er allebei echt super cute uit. Deze van de cacao collectie is echt een kleur die ik zou dragen. Zo mooi goudbruinachtig. Daar hou ik van. Staat ook echt het beste met mijn huiskleur. Maar deze fruity highlighter is zo vrolijk, zo kleurrijk. Ik ben echt heel benieuwd hoe die gaat staan op mijn huiskleur. En ik ben gewoon benieuwd welke kleur het wordt. Want ik ga obvious niet gewoon in één kleur. Maar ik ga zo met mijn kwast in alle kleuren. Dus ik ben benieuwd hoe dit eruit gaat zien op mijn gezicht. Dus ik ga ze gewoon allebei aanbrengen. De cacao breng ik aan op mijn rechterkant. En de fruity op de andere kant. Oké, ik ga beginnen met de cacao highlighter. Ik hoop dat hij goed gaat zijn. Want ik vind hem er echt prachtig uitzien. Gelijk superveel glow. Oh my god. Hij is wel iets lichter dan verwacht. Ik had hem iets meer goud of zo verwacht. Kijk, hij is echt best wel licht. Maar hij is echt, oh my god, hij is bijna gewoon iets te heftig. Wat is dit? Er komt gewoon superveel vanaf. Hij is wel een tikkie poederig. Het vliegt een beetje alle kanten op. Dat vind ik wel een beetje jammer. Dan maak ik mijn kwast schoon in het blikje. En dan gaan we in met de fruity kant. Oh, ik ben zo benieuwd wat dit wordt. Ik denk een beetje holographic-achtig of zo. Ook weer superveel pigment. Deze is ook vrij licht. Ook deze is heel poederig. Ze zijn qua formule echt identiek. Deze is nou een beetje zo wittig met een blauwe groene ondertoon of zo. Zie je dat? Het staat wel beter dan dat ik had verwacht. Kijk, dit is het verschil. Dit is de cacao. En dit is de fruity kant. Ook wel weer heel poederig. Ik vind ze echt wel een tikje te poederig. Het vliegt echt gewoon overal heen. Obvious staat de cacao kant mij beter. Maar ik vind dit ook wel echt heel leuk hoor. Ik vind het echt heel cute gedaan. Je kunt ze ook gebruiken als oogschaduw of zo. Maar ik vind ze wel echt heel poederig. Kijk even hoe poederig dit is. Oké, dan ga ik weer in met de cacao versie. En dan ga ik de rest van mijn gezicht doen. Oké, hier blendt het ook gewoon een beetje weg. Oké, jongens, ik denk dat ze echt te poederig zijn. Ondanks dat ik ze wel echt mooi vind, lekker heftig en zo, denk ik niet dat ze heel lang gaan blijven zitten. Want hier op mijn neus, als ik er al zo met mijn vinger overheen ga, kijk, het gaat gewoon gelijk weg. Zie je dat? Er is helemaal geen glow meer. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Oké, dan het laatste product is een gloss. Dit is de iHeart Revolution X Cacao Pebbles Lip Gloss in de kleur Bam Bam. De lip glossjes heb je alleen maar in de cacao versie. Er zijn, even kijken, er zijn 4 verschillende kleuren. Dus de lipolie heb je in de fruity versie en de lip glossjes in de cacao versie. En ik heb de kleur Bam Bam, die is een beetje bruinig. Je hebt 3 bruinige kleuren en 1 clear gloss, dus gewoon zonder een kleur. Ik vond het wel leuk om voor een kleurtje te gaan. En dit is dan hoe de gloss eruit ziet, ook weer zo. Een hele cute bruinige bronzie verpakking. Heel erg mooi. Oké, laten we even deze olie eraf halen. Ik vind de kleur wel een beetje rozig. Zien we dat? Die roze ondertoon. Ik hoop wel echt dat die echt gewoon bruin gaat zijn. Want dat is wel wat ik verwachtte. Ik ga eerst mijn lippen omlijnen met mijn Morphe Sweet Tea lippotloodje. En dan ga ik in met de gloss. Volgens mij heeft hij zo'n grote applicator. Ja, hij is best wel groot. Oh nee, ik zie niet echt roze. Het ruikt naar chocola. Oh my god, het is echt heerlijk. Het ruikt echt naar chocola. Oh my god. Het is een beetje een peachy bruine kleur. Ik had iets meer bruin verwacht, maar het is oké, whatever.
Hij brengt echt heerlijk aan. Het is een beetje een iets dikkere formule. Het is niet zo'n hele dunne gloss. Ik vind hem ook heel mooi. Hij geeft een mooie glans. Hij is ook niet plakkerig. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Ik haat plakkerige lipglossjes. Oh my god. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Het enige wat wel is, is dat hij er op de foto echt een stuk bruiner uitziet. In het echt is het meer een peachy bruin. Maar whatever. Het is wel gewoon mooi. En die geur is echt fantastisch. Ik vind het echt een fijn glossje. En dat was het dan, jongens. Ik ga even in met wat fixing spray. Ik denk dat ik mijn Clarins Hydrating Fixing Spray ga opdoen. En dan zijn we klaar. Jongens, wat ik ook een beetje wil doen is dat ik deze Cacao Highlightertje pak. En dan zo een beetje hier zo aanbrengen op mijn lichaam. Ik heb hier al iets zitten, maar je kunt nooit te veel hebben. Ik vind het wel mooi. Maar goed, dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Ik vind echt dat mijn gezicht er prachtig uitziet. I love it. Vooral deze ogen. Echt super, super mooi. Ik zal eventjes vliegensvlug vertellen wat ik nou van de collectie vind. Dit paletje is echt toppie. Ik ben nou ook wel stiekem heel benieuwd naar het Fruity paletje. Als je dat paletje ook in actie wilt zien, let me know. Misschien dat ik hem ga halen en dan een look maak op Instagram. Maar in ieder geval, dit paletje is echt super mooi. Kijk deze look. I love it. Ga ik zeker vaker gebruiken. Deze lipolie ook echt super fijn. Let wel op, je moet hem even in het begin eventjes doorrollen. Want in het begin komt er niks van af. Maar uiteindelijk komt er wel iets. Ik vind het echt een hele fijne lipolie. Ik vind het ook super leuk dat het met zo'n balletje is. De gloss vind ik ook heel erg mooi. Plak niet. Super mooie glans. En die geur is echt fantastisch. Het enige wat ik dan niet per se aanraad is de highlighters. Ondanks dat ik ze wel heel mooi vind. Ze zijn lekker heftig. Vind ik ze gewoon echt te poederig. Ik weet gewoon nu al. Ze gaan niet lang goed blijven zitten. Je kunt ook niet heel secuur werken. Ik vind ook nou dat ik hier echt veel te veel op heb. Maar ja, ik bracht het aan. En het spreidde zich gewoon helemaal uit. Dus ja, deze twee. Ondanks dat ik ze wel mooi vind. Raad ik ze toch niet aan door die poederig. Formule. Dus dit is echt het enige wat ik niet aanraad. Voor de rest, ik raad alles aan. De lipolie, dit paletje, de gloss, alle drie echt fantastisch. Ik vind het echt heel erg mooi. Laat me weten wat jij vindt van de collectie en van de make-up look. Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. Ik ben er in ieder geval een stuk enthousiaster over dan dat ik bij voorbaat had verwacht. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!